Wat is dit wat zo anders is vandaag? Christine, wat blinkt daar in jouw oor als jij lacht? Luister saam, als die wind zachtjes strelen door jouw gouden haren glij. En jij weet dat die seer van gister is alles voorbij. Christine, wat is dit wat daar in jou oe skyn? Kan jy voel hoe die sluier van die nacht nou stil verdwyn? En die eensam zweewend oor die einders mistig ver om jou skyn. Een licht deur die duister en die dag begin. Christine, daar is sonlig in jou oe as jy lach. Droom nog, soos toe julle snip en rissie put was. Om jou heen vlieg die daar en die maande in vergetelheid voorbij. En jy weet, daar's geen mens wat die noodlot kan vir my. Christine. Christine. Sien jy miskien my pa? Seker laat, soos gewoonlik. Wat maak ons nou? Seker maar moet wag. Keer. Kan jy nie sien nie, hoe denk jy wil ek wegkom met die speeltasse? Nee, hoe sal ek weet? Luister, ou, jy moet nie slim wees nie, ek het jou guns gevra. Mooi manier van vra wat jy het, hè? Ach, begeer dit, man, ons sal wel een plan maak. Jou pa sal in elk geval binnenkort hier wees. Jou pa, met een motorkar? Nee, ou, sister, ek sikkel ook, man. Sê jou pa moet jou help as hy kom. Luister, Snip, skoer. Ek skoer. Sê my, Snip. Wie is jy? Soek jy geselskap? Ek sê julle weet as ek geselskap soek. Dê, kam jou kuif hang oor jou neus. Hou nou op, kraai. Embarasseer ek jou miskien, Mattie? Ah, embarasseer, hè? Waar hoor jy die groot woord, kentjie? Ek het jou gesê, skoort, Snip. Nee, ek het besluit ek in dag toch iets leer in jou geselskap. Jy is nogal verwaand, hè? Liever verwaand as kraai. Is dit ou, jy raak nie vervelig. Ek en met nou baie moer te gesels en jy staan aan my lig. Hier, om as ek sit. Sit eens even die kant toe. Ander kan die wind. Hm. Kraai, hè? Kraai wie? Kraai the beloved country, Snip. My naam is Yuri, as jy dalk 'n beter woord so Chrissy put. Yuri? Yuri wie? Anker. Anker. Wat vir 'n naam is dit? Beter as kraai in elk geval. MUZIEK
Hallo, bierman. Dag, sê Oswa. Hoe lyk jy dan vir my het geselskap? Nogal, Christian, nogal. Wat denk jy, is ons kaar groot genoeg vir al die rommel? Ek weet nie, dis nogals baie, jong. Wees, gaan jy ons nou help of nie? Jy sien ons ons oorweeg het. Christian, gaan jy my help om hierdie goed in te kry? Sal seker maar moet. Ek maak ons ons kom haal het, hy het seker vergeet. Nie verskonings maak jy, sister. Ek maak geen verskonings, die dankie, ek sê maar nie. Jy het baie put, hè? Jammer dat ons jylle so geplaat, hoor. Het is nie plan jou, kindjie, om Christian te doen met plezier. Wacht, laat ik jou help. Dankie vir die bak vakantie, Matty. Is het plezier. Tot ziens. Die trein daar vroeg, Christina. Groet pa nie eers nie. Marag, mevrou. Marag, mevrou. Marag. Marag, Christina. Hallo, ma. Dag, professor. Marag, professor. Jy hoef om te sê, professor. Jy kan maar sê, oom, hy gee nie om nie. Christina, ek dink jy moet nou liever inkom. Dankie vir jou hulp, Snippik. Ek weet regtig nie wat ek sonder jou sou gedoen het nie. Ek ook nie. Kom, Christian. Jy sal nie denk, ek sit al 3 jaar by jou burger in Romeins-Hollands, Christian. Ja, hy klim so stijf uit sy limousine en hy draai sy rug net daarop, klein Juri Anker. Ja, Bema. Ek het meer aan die kind hier gekyk, sy is regtig iets vir jou oor. Skerp lip, Christian. Hy is nie hartelijk. Ons ek is van hoofdmans daar sy plot, ek kan nie vir ons die moest aan in die lied doen. Ek ken my plek in die leven. Sy het my sommer opgekommandeer. Nou, wat kan jy nou doen? Doen? Niks, wat moet ek doen? Jy kan die vis nie laat werken, my Bema. Luister, Bema. Ach, kom nou, Christian. Luister, Bema, al wat jy nodig het, sy plan van aksie. En jy het dit. Vergeer dit. Maal daar ook so'n bietjie van my verlang. Is die amper gemis, Christine? Hoe was die vakantie? Ach, ma, nie slegie. Ek en die man het op die plaas rondgeleer en sy het nie eens iets gedoen om ons pret te bederf nie. Maak jy moes vermid. En hoe lyk die mense vir jou? Ma, bedoel, is hulle ryk? Ja, ma, hulle is ryk. 20 trekkers, 2 plaasvoormanne. Hulle huis 8 slaapkamers en 2 sitkamers. Dis nie wat ek jou gevra het nie, Christina. Dis toch wat ma bedoel. O, ja, die familie. Matty kom uit 'n baie goeie familie. Dis 'n erfplaas, sien. As jy weer nie vir jou by is, dan loop ek liever. Ag, ma, bly toch. Help my, spreek. Die man by jou het afgelaat, Christina. Ek hoop nie jy toe enige aanleiding gegee nie. Asseblief, ma. Geen my toch net kans om self voor dinge te besluit. Ek wil net nie in ons huis weer een herhaling hee van dokter van der Skypelis moeilijkheid nie. Dat Emma Rensje met een gewone spoorwegklerk getrouw het nie. Ek kan nie net indink hoe hulle moes gevoel het. Ach, maar jullie is al uit. Maar hoef jy te worry nie. Sien jy nou, Elise. As Vaantje sê jullie is al uit, dan sê al uit. Los nou van kraai. Maar vergeet blijkbaar van die werktuigkundige met wie Christina verlede jaar hand gevlender het. Ach, geen nieuws. Kom ons vergeet om afgeloop wat daarvan. Geen het van die sylkans. Ja, Elisa, kost is altijd een beetje laf. Sy denk ons een sonde als iets lekker is. Wat julle vir plezier doen, sal ek nie weet nie.
Kijk, broek, oma alweer skelm. Los mij uit. Er is niet een kind nie. Met je al iemand gekregen voor die dans? Waar zal zij toch een oog krijgen? Ik heb een oog gekregen. Kom. En weet je misschien gevraagd? Jullie anker. Jij moet ons nou die dag op die stasie helpen. Hij heeft jou gevraagd. Klein snip. Zal hij misschien verbeel? Is er erg teleurgesteld nu met die. Daarom gedink ik kan beter doen is dit. Ach, pas de medische kerels verklein hier. Ik verklein hier niemand niet. Maar dat is niks van nog verkeerd, die. Niks. Precies. Gaan we niet staan een tjepje misschien in. Ik zie je zeggen wat met haar verkeerd. Zij is jaloers. Zij gedink denk jullie anker gaan van haar verraad te verhuiven, jou. Wacht een keer, is nog vroeg. Doe slaap hard nog als ik stop plekje blommende. Ik kan niet bij jou, nee. Toen ik het eerste jaar was, kon ik een Ferrari aan hakken. Wat loop je, Sabriel? Ja, meneer. Ja, meneer Anker. Ja, meneer Anker. Moet je laat water op mijn bike trappen? Meneer, met vorige gezin dat die dak lek. Zou ik of meneer recht gemaakt? Is nou te laat. Hoe kom je niet naar die weervoorspelling geluister nie, hè? Wat voor die eerste jaar is je? Excuse meneer. Ja, zo denk. Luister, slaap. Als die meisje inklim, dan zit jij achter. Jij houdt die sambreel zodat die water op jou drup en niet op haar, hè? Ik begrijp. Ik zie klaar, hè? Je moet niet praten, zeg ik, zei jongen praten. Die meisje is geen jouw type. Ja, meneer Rock. Ja, en ik wil geen opmerking zeggen hoe die motor is. Ja, meneer. Hallo Betty, als ze geweer het is, zo nat toch iemand anders een kar geleerd. Hou die Gabriel. Verdij was die kar weer gefrekt. Uit is je slaap. Die reed het als verdijbel. Ze was nat. Dank je. Jammer, Betty. Het is niks. Ik moet weer eens mijn pas, ik kan die dag gaan trekken. Hier is in ons reen, Nadia. Mijn aarde, waar is Frankie? Wat? Het is Frankie, man. Kruis op Poetie. Hallo, Frankie. Slaap? Ja. Dat is hier professor Burgers te zien? Ja, meneer. Gewone. Jij hebt die geweerd, die. Slaap? Ja. Als het elke beetje nat wordt, hou maar die sambriel nader aan je. Je drip niet te erg hier op mijn pakkie. Ik wens een beetje water nu. Those and do's, and I only choose solitude if they match me. Gonna take my time, gonna do things real fine, and get me a love that's mine. You know. Thank you, everyone. Drive that up to your stuff. Things going my way, waiting to be a good day. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hallo met Lukraai. Hallo jullie. Hallo Rizal. Ach nee, meneer Snip is alweer op zijn stukken. Kan je daarom dansen? Hè? Wat denk je doen? Steep trekken. Ik denk je lefonisch maar op, maar het is nou eens voor die tango. Ja. Waarom snippen die danserij? Hoe kom van je niet uit niet? Toch wel een gedachte. Kom snip. Ik wil nog zeggen, dank je voor nou die dag. Stuk. Ik jammer als ik zo even snaaks met je was. Voor die heilige zuster. Het is maar jouw geaardheid.
Jy kan nie help as jy is, is die kan jy. Jy was self nie baie oor vriendelik. Okay. Kom ons dans, vriend. Huh? Zo anker, hoe gaat het ook, kerel? Goed. En wie is die meisje? Wat is jouw naam nou weer? Christina. Nou weet jij ook zo wat staat. Zeg mij, wat maak je hier? Meisje heeft mij gevraagd, denk ik. Aarde kan vaker hier een mooie oor. Je hebt net zulke mooie haren ook, Rote. Wie kom je? Als het lekker is. Ik hoop voor jezelf, is je gebrekkelijk. Jammer, anker, maar je hebt een geitje samengebrengen. Vind je niet zo frons? Je gebruikt haar mooi boer van je. Kijk, Stadler. Hoe wat je nou ook al is. Wist je misschien, hè? Hij boer op Halfmansdal. Ook maar een frotterige boer, zoals ik hoor. Dank je. Je hebt al slim geworden toen ik jou laatst gezien heb. Was er de universiteit toen jullie onderdorpse ouwens zulke groot koppen ging? Luister ook, groot Piet. Ons het heel wat vrede gehad voor je gekomen. Nou, skoen. Een blaas dopjes, Anker. Jij, kindje. Kom, schat. Dank je, ik zou het zeggen. Dank je voor die dans. Waar heb je alles in die kar gezet, Frankie? Ik heb gehoord, je is jaloers. Niet simpel, wees hij. Hij denkt in elk geval, hij is kaas. Hoe kan je dat weet? Mijn zak. Wel, dat is niet gevrij, niet. Als dit is wat je wil weten. Maar die is niet die vrij type, niet. Daar gesels mens net intelligente dinge. Dis kuns en muziek en sulke kwam. Toe loop nou ek besig. Sorry, ek een ding, Frankie. Ek wil hem vir my uitvind, hoe laat het hy môre klas. En dan? En dan niks. Vind jy net vir my uit. Ons op een vrijdag naar toeskrift zal ik ook nooit weten. Je weet ook wie van uit de akelige sadistische karakter trekt. Want ik steek in de spierwoord aan zijn psychopathische en paranoïde neigings. Op cumulatieve en schizofrenische persoonlijkheidsafname. Oeh, Bierman, is je zeker recht, is je rechter. Ek kyk waar ek ry. Hoekom jy voor my ingeswaai? Enkel. En hy, my knie is ook seer. Sy wil die stoep met die haar kom staan. Shame, ek kyk tegelijk like jou hart nou. Vir my is ek kinkie nie. En jy stip, jy beter toesien dat ek by die huis kom. Sjoe, ene man, sjoe. Ek skryf een toets. By jou papa, een baie belangrike toets. As kom dop, is my beers in sy peekie. Wel, as is my pa oor roekeloos, jy is jy bet met die in jou peekie. Kom man, help my nou. Oeh, voorzichtig is jong. Sjoe. Zie jij voor mij instaan bij je pa? Ja. Zang af. Ga je me naar huis toe vatten of niet? Nou ja, Bierman. Ik denk je moet onder die omstandigheden mijn felicitaties aan die professor oordragen. Ex opgecommandeerd voor hogere dienst. Zeker. Voor jullie. Morgen, mevrouw. Goedemorgen. Kijk, lijk jou kleren. Waar die aangevangen? Ik heb daar met die motor aangereden, mevrouw. Ze heeft dat been zeer gemaakt. Hoe ik zie.
Kom, moet ik jou gauw helpen. Kom, zit het, dat ik naar jouw been kijk. Schoen afkrijg. Dit lijkt me niet om erg beseer. Als je mij zal verskoon, ik zal met die professor gaan spreken. Dank je meisje, toch breng het zo. Het is een plezier, is het met. Is het jij en die man van elkaar, Christine? Snipper, recipe. Klinkt dit voor mij als een troetelnaampje? Enig iets kan een troetelnaampje wees. Ik dacht ik je gewaarschuwd om niet verder aanleiding te geven. Maar hoe lijkt hij voor mij? Hij is toch helemaal ordentelijk. Jouw been keert niks, nie, Christine. Dat was het niet ongeluk, nie, nee. Maar hoe lijkt hij voor mij? Toen zie je me rarig. Waarmee is jij bezig? Zaar is te lak. En je hoeft net als zijn moeder te kijken om zijn mentaliteit te pijn. Maar asseblief, moenie laat ons nou weer strein nie. Dit is nie hier sy motor nie en hy is baie ordentlik. Hoekom kan jy nie iemand kies van ons eie vriende kry? Daar's Konrad Potgieter, professor Potgieter se seun. En daar's David Gous. Ach, hulle is trips, man. Ek en jou pa het jou korrekte Afrikaans weer praat, Christine. Berg, man. Wat my voorkom is of jy dit as 'n groot avontuur beskou met sulke tipes te meng. Jy is geen kippin. Wel, ek gaan jou nie beletten om te sien. Want jy is heeltemal in staat daartoe om my wens te geven. Maar ik ben echt vergeef, sê dat hierdie man nie my goedkeuring wegdra nie. Maar sê my nie. Asseblief sê my nie waarom nie. Ons het jou in een huis groot gemaakt waarin jy gewoond geraak het aan een sekere levensstandaard en beginsel. En ek glo nie sou inpas nie. Professor? Ja, wat is dat? Die toets is misgelopen. Je behoort in hierdie tijd de wet dat alle toetsen verplicht is. Als je toets misloopt, is het jou zaak. Maar ik kan verduidelijken. Natuurlijk kan je. Maar als je mij nou zal verschonen, is het. Zie mij net de oomlijk. Ik kan geen verschonings aanvaarden, meneer Ranker. De toets is de toets. Wat zei je, Bima? Ek sien my kanon en Christian. Hoop net kraai doen hardjou. Ha, die meisie met die mooie oor. Gaan ook, meisie. Waar is jy? Soek jy boek? Nee, ek speel klavier, Stadler. Ik moet jou weer zien. Het zijn net waar. Haastig, zelfs. Ik heb je gezegd, het is haastig. Hallo? Sneer? Recipet. En waarmee kan ik jou helpen? Ik heb niets voor jou. Niet zo iets, hè? Jij zei het niet. Om te denken dat jij die moeite doet om mij te bellen. Hallo? Ik heb tijd voor zijn ziekte. Jou ma jou nie beter maniere geleer nie, Rissipit. Is dit al wat jy te sê het? Wat sê nies? Wat betaal jy my daarvoor? Sê net. Dikke chocolade? Chocolade is slag vir die lichaam, Rissipit. Ek sal jou koeldrank koop. Okay. My pa het gesê het niks met hom te doen as jy nie daar was om die toets te sê. Maar jy hem dan nie gesê... Moet my nie rede val as ek praat die snip. In elk geval, toe het ek weer mooi met hom gepraat en hy sal ouwe nading. Hy is het die man. Ja.
Dit was nou die koeldrank. Nou nog een fliek. Wat? Morgen? Top. Je is bijna ongeërgd, Jacobus. Nou, je wilt toch zeker niet eigenlijk met opgewonden raken, niet? Het lijkt me jij het vergeten daar volgende maand een nieuwe decaan gekies gaan worden. Betekent dit voor jou niks? En wat is dit nou met die Sean en Christina te doen, hè? Allemaal weet wij gaan dit wel. En haar roos met valk oorden. Het is bijna andere mensen bedenken dat hulle gaan gekies worden. En niks zal hulle groter genot verschaffen als een skandaal aan ons huis nie. Nou goed, ek het gesê, ek sal met haar praat. Kom ons vergeet my voorlopig daarvan. Dit is nou al voor vandaag, dames en heren. Meneer Anker. Dan vrijdag, madame, die toets morgen. Vrijdag, professor. Heb je een ogenblikje tijd, meneer Anker? Tuurlijk, professor. Ik wil met u praten over Christina. Ik weet niet eindelijk of daar iets tussen u en haar aan de gang is. Niet zover ik weet. Verleden jaar heeft Christina een verhouding aangenomen met de werkwijskundige van die vulstaties. Ze heeft het net gedaan om haar zelfstandigheid aan ons te demonstreren. Ons daar verbied om iemand te zien. Maar voor de lelijke dingen aan gegeven. Maar gelukkig heeft die kerel die positie begrepen. U bedoelt... U hebt met hem daarover gepraat? Ja, ik heb. Het was in zijn eigen belang. Ik denk dat ze weer bezig met diezelfde speling is. Net hier een keer gebruikt ze uw geriefelijkheid zelf. Ik zal blijven eens zichzelf toezien. Laat zaken niet verder ontwikkelen. Maar dat is toch onzinnig. Ik bedoel... Ik zal het bij je waarderen als ik doe wat ik vraag. Maar dat is niks tussen ons. Niks. Het is net... Ik heb het aan Flik toegevraagd van aan. Ik kan die brak op uittrekken. Ik is jammer dat zaken zo ver geworden zijn. Als u nou belooft om haar nooit weer te zien, nee. Hoe kan ik zoiets doen? Ons is toch al twee oud genoeg om zelf te besluiten. Ik denk niet eens nodig om die zaak verder te bespreken, meneer Anker. Tot ziens. Symfonie is beter as Fliek. Julle burgers is te opsters vir beeskoop. Miskien maak het meer indruk op jou familie as ek jou na een ordentlike plek toevat. Jy weet, Snip, jy verbeel jou oor my ouders. Hulle is nie soos jy dink nie. Ek verbeel my nie. Jou pa het met my gepraat. Hy was baie ordentlik daarop trend, maar het sy punt gemaakt. Hy het met jou gepraat. Lief, Snip. Heb ik iets verkeerd gezegd? Sniks. Ik ben net niet geweet mijn paard met jou gepraat. Je bent niet maar sê wat aan die gang is, nie. Ben jou klaar vertel het, nie? Luister, Sipit. Ik wil niks doen wat die leven voor jou bij die huis moeilijk gaan maken, nie. Als het zal helpen als ik wegblij, dan blij ik weg. Alsjeblieft, Snip. Doe me nu nog een gans. Kom haal mijn beer al. Is het niet één of twee keer? Nee, nee, mijn pa moet weten wie er is in mijn kring. Je weet, Rizipit, daar is een beetje waarheid in wat je pa gesê het. Ons kom uit twee welde. Hier is een opstand. Hier wil hulle graag skok. Is die waarheid? Is jou ma hulle nie van die begin af teen my gekant was nie, dat jy die eerste tweede keer naar my gekyk het? Is het eerlijk jou opinie van my, Snoop? Is het niet zo, nie? Nee. Wel, jy sien ons positie. Het helpt nie eerst, ons praat verder daar, hoor. As jy nie omgeen die Snip dan, kan ons my huis toe gaan. As jy wil, is jy rarig wil. Wat bedoel jy? Vir hierdie ene hand het ek klaar betaal by jou pa. Alles in die laaste hand, kom ons geniet het.
Nou, je man het niet over hoe het hier afkomt. Jij niet ook eens een gereikje, hè? Nee, sissy, goed stinkt, mens. Ik kan niet zo wel pruim. Nou, wat is nou eigenlijk verkeerd met de pruimpje? Ja, doe maar, ik weet vandaar. Leer je? Ja. Ik jou jaren hadden, was ik niet zo dom, niet. Met mijn tijd een mars op boeken. Hoe gaat stukje niet een beetje plezier, niet? Loop belt hier. Wat? Ja, hij is vol complex voor mijn pa. Je meen, alles vol complex. Luister jij nou van mij, met kind. Je oma is niet van gisteren af in hier leven. Als jij van hem hou en hij hou van jou, dan vak je aan elkaar. Dat is zo eenvoudig, hè? Natuurlijk is het. Wat kan jij niet fluiten of iets niet? Ik kan wel weer schellen, mijn rug. Je voor die dag van gemaakt, oma. Kijk je mee, kips. O ja, kraai, jullie zijn groetjes. Groetjes? Ach, jij ligt, man. Erg, man, ik zal maar niet meer zoiets hier ook niet. Zie je? Waar heb ik je gesteld? Tulip. Ik ga bellen voor jullie. Ja. Ach, ik zal verbaasd wees waar ik alles geloof. Maar ik geloof in elk geval niet, dus iets wat soms zo gebeurt. Ach, ik het geweet, je zal wel een cap zoeken. Ik klink je bij jammer, hè? Waar het zeker zie. Ik de kleine ouders die eerste aan mijn oor wil kijken, met de koos mij wil voorlezen. Hand op je hart, Recipet. Je is 21. Op 21 en die meeste meisjes al groot plannen. Ik ga nog 3 jaar voor. En dan is je 24. Dat is nog geen jong, meneer. Het is voor jou om te besluiten. Kijk, snap, baie kan nog gebeur. Kom eens, wees nu eerlijk met elkaar. Ik hou van jou. Maar? Dat is recht. Maar we ken elkaar als kaars. Oor een week of wat besluit jy jou niet van mij, nie? Of ek besluit ek jou niet van jou? Pas mij, Rispet. En buitendien, ik was zo even bang, jy het mij voor jezelf uitgemaakt. Jelle vrouw mensen is geneig om het te doen, hè? Dies toch, snap. Jy sê jou wat gebeur. Inkies, inkies, daf in de rij, lalala, vanne voorbij. Weg uit dan toe, kwak, 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 waar is die voere? Ik het nou vergeet. Snap. Christina. Die velden zing die zomerwind zijn lied. Christina, de
Is jouw glimlach net een deel van jouw verdriet? Is die glans in jouw ogen net die spiegelbeeld van verlangen in jouw hart? Of dalk net de schemering van morgen een diepe smart? Christina, Christina, Christina. Ja, meneer Anker, dat dan wat die mondeling betreft. Dan is daar een ander zaak hier waarvoor ik graag met u wil gezels. Ik heb natuurlijk in die persoonlijke leer gekeken. En ik merk dat u nog elke jaar de Auerbachbeurs krijgt. U weet ook dat ik betrokken is bij die toekenning van die beurzen, hè? Ja, professor. Ik zal u dus bij je kan helpen. In verband met die beurs volgende jaar. Dit wil zeggen, is u natuurlijk hard werk, hard genoeg. En naar mijn mening, die algemene gezindheid, dat rechtvaardig. Dank u, professor. Dan is daar nog die andere zaak. Christina, ik verneem dat jullie elkaar nog steeds zien. Guillaume, als ik eerlijk met u is. Tuurlijk niet. Ik en Kraai, ons zou nooit in elkaar belang gesteld. Als het niet voor die teenkanting was, nee. Ik is niet van plan om mijn kinderen zo opvoeding met jullie bespreek, nee, meneer Anker. Professor, kan ik je net één vraag vragen, alsjeblieft. Waarom is ik als mens voor u onaanvaardbaar? Afgezien van mijn achtergrond. Ik ga u niet in volheid beantwoorden, nee. U als persoon heeft niks met mijn houding te doen. Nou verstaan ik alsnog, maar... Het is een persoonlijke kwestie waarmee u niks uit de waaiheid neemt. Hoe kan u zeggen dat het niks met mij te doen heeft? Het is mijn geluk. Als ik zou voortgaan om Kraai te zien... Meneer Anker, ik zal vergeten wat u nou gezegd heeft. Maar moet niks doen wat die beurs in die gedrang brengt, niet hoor. Ik is bitter jammer dat het die houding is. En ik is niet van plan om u die zin te geven. Nie. Als u mij zal verschonen, ik het bijwerk. Jasne? O, Rissiepit, ons moet praten, ek en jy. Mens kan me zeggen, ek en jou pa het een lichte poikie geloof. Oor die mondeling? Nee, oor jou. En? Ek moet maak, soos hy sê, ek kry nie die beurs vir volgende jaar nie. Nou ja, wat gaan jy nou doen? Luister, wil jy of wil jy nie, ons moet mekaar skelm ontmoet as het nie anders kan nie. Ek weet nie van die skelm nie. Wie is dit? Ik weet niet. Oma had zeker wel een kerel aangeskap. Kijk, Rissiepit. Ik geef niet om of je pa die professor, die decaan of director is niet. Ik wil jou zien. En ik wil met jou praten. Daar is geen zin om die beurs te gaan wegsmijten. Maar ik zou je helpen als je die beurs krijgt. Jij mij helpt. Wat kan jij doen? Ik zou je gaan werk snoep. Bij het Nungelis van Nagraad zijn. Ik zou je geld leen. Je kan het later terugbetalen. Als je wil. Dank je, Elisabeth. Ik waardeer het. Maar het zal niet nodig zijn. Als ik niet die beurs krijg, is ik weg. Ik zal niet toelaten dat jij gaat werken om mijn klasgeld te betalen. Luister, snoep, moet niet zo. Als mijn pa is, zien ik is ernstig, zal hij mij los. Ik heb jou al van tevoren gezegd, Rissiepit. Ik wil niet die oorzaak van oneenigheid in jullie huis wees. Moet niet een lafhart wees, snap. Je is onnodig scherp, Rissiepit. En jij is onnodig pap. Is een ding wat ons armes baie vroeg in die leven leer. En is wanneer om te bekleiden. En je bekleid niet als je weet je gaan verloren. En je zou moet besluiten. Of je mij gaan bekleiden of niet. En je moet nou besluiten. Ik zou voor jou bekleiden, Rissiepit. Maar niet waarom wanneer jij voor mij zijn. Dan is ik klaar met jou. Van kleins af gaan smaak voor een pabroek nie. Ek jou nie keer nie, Rissiepit. As jy morgen achterkom, jy het een fout gemaakt, jy weet waar ek is. Ek sal nie kruip nie. Kruip jy maar, want jy is daaraan gewoon. Kruip, snip. Het pas by jou geaardheid. Ja.
niet voor ons gezien. Nou, maar van wanneer af moet ik mijn zaken met jullie bespreken? Toen ik hier bij jullie kom blijven, jij en Koos die even zeer gezegd moet maken of het mijn huis is. Ja, maar ik wil weten wat Maas de reling zegt. Ach, nou ja, toen maar buitendag als maar net voor een en weer kies zo van licht te mag halen. Kraai, kom ontmoet voor oom Hermanus buitendag. Hij heeft voor oma een beetje kom kuieren, net zo voor een maand of zo. Is dit jouw naam? Kraai? Nee, dat is allemaal maar een bijnaam wat ons vaak gegeven toen ze 13 jaar oud was, omdat zij die ene benen is. Kom eens gaan in. Koos, breng die handzak. Maar maak voor ons daar op een balskeer. Jouw man gaan niet vandaag onder mijn dak slapen, meneer Kobus. Ik geef geen duit om of je maan genooid of niet. Ik kan maar van oma gebruiken, mag om haar om ze te slapen. Is uit, oma. Uit? Ach, maar niet van oma zo'n skokje niet. En wat is dit nou, als het mag vallen? Pabroek is zo kop. Je weet dat. Nou maak je een groot fout. Je zal nooit weer zo ene krijgen, nie. Nooit weer niet. Wat maar, oma zal met hem praten. Als oma met hem praat, dan hoeft oma mij nooit weer iets te vragen. Is uit tussen ons en dus finaal. Ach, dus van alles nonsens hier. Oma zal het recht maken. Het lijkt maar een vuil plek hier. Je moet toch maar oppassen wat je hier eet. Je weet het kan een mens zijn maag zo omkrabben. Meneer Frankie, jij kan nog maar rijden. En zij van jouw maas is daar van niet zo ontsteld. Ik heb meer dan 14 dagen geleden af van buitendag die plek hier bespreken. Yes, maar we moeten amper oorlog veroorzaken. Tot ziens, mijn kind. Jouw ma had mij iets gesloten. Ja, oma. Dat is een trek. Zit toch op voor oma, ze gaan rijden aan kinders mee. Is maar hier, ze weten niet lekker van het proces, oma. Maar ze gaan in jouw laaier krabben. En zeg nou eerst voor oma, wat is het met jou en Juri? Oh, ze is eindig al. En ik zou blij zijn om mijn andere plan vervoer zou maken. Jullie is zeker dat ik de enigste oude met elkaar heb. En blokje ons familie moet met zijn oog kijken. Het is nou die enige wie zijn oog ik graag zal wel kijken. Ik zie jullie kinders ook wel verstaan. Nie. Wat is het nou met jullie? Alles is het zo goed gegaan. En toen gaan je nou een uitval met hem nemen. Morgen is je een mondigwordingspartijtje en dan zijn je eerst op je partijtje. Hey. Aandacht alsjeblieft, dames en heren. Ja, ik wil graag iets zeggen. Ik wil net voor mijn dochter geluk wensen met haar 21ste verjaardag. Met andere woorden, haar mondig worden. Mens, geef oma nog een glasje van die goed. Nou, pas ook zo zinnig. Oma, die vent gezien? Ja. Ons zal even maar doen, Vankie. Hij komt net alles hier bevoeter. Zullen we, oma? Nee, dank. Dankie. Kees? Ja. Ah, zie. En weer als ik mag vragen, is dit nou weer? Waar is meneer Anker?
Ik denk hij is dorp, meneer. Ik ben niet gezien. Nie. Je zei slaap en ik praat eerst met jullie. Heb je vanochtend die stoelskoel gemaakt? Eergisteren niet. Heb je vanochtend voor me weggeslaan? Meneer? Heb je voor me toebrug je kamer toegevat? Ja, meneer. Dan kan er net één ding wees. Kruisige gevoelens het schielijk afgekoeld. Weet je iets af? Meneer Anker heeft niks gezien, meneer, maar strand bij Kruisige partijtje. Toen zijn we naar een misselijke Piet Stadler rondgeleend. Ik toch zo. Nou, wat kan ze maken van je? Ik weet niet, meneer. Kruis niet mijn lijst en die zei jak me niet altijd af. Ja, maar het is maar een plan maken met een Stadler, hè, van je? Moet niet waren die boete, papi is dat betaald. Zoek je mij, slaaf? Ik kom je praten door Kraai, Jurie. In die skielike familiariteit, slaaf? Ik kom niet grapjes maken, Jurie, ik is ernstig. Je maakt een groot fout. Jij en Kraai het goed klaar gekomen, dus jullie zijn weerlig uit elkaar en nu sleep ze met Stadler. Jij bluf niemand niet, zij ook niet. Het is mijn ongelukkige plug om met die slaaf samen te stemmen, Dierman. Wil jullie mooi zijn de tijd? Doe praat met haar. Dus zij wat het uitgemaakt het, die ekkie. Ik ken haar, Jurie. Het is niet wat ze van Stadler hou niet, het is om jou te vermaken. Ze jammer is, kan ze mij bel. Dus van je fout maakt, krijg je toch nooit in haar leven onverskoning gevraagd. Het is haar zaak, slaaf. Maar de duivel is er graag vanmiddag bed lang gegooid. Hoeveel keer heb je die slinter al met de meisje probeer, Stadler? Zou jij alsjeblieft stil blijven? Wel, wat gaan we nou maken? Het is minstens 15 mijl van die stad af en is een stilpad. Alles perfect, Stadler. Alles het net zo uitgewerkt zoals jij dit beplan hebt. Kijk eens gek, meisje. Ik kan doen met ik zelf hier wegkom. Als ik wil gaan dat die kar moest gaan staan, kon ik iets anders uitgedacht. Zij het weer vandaan samen die lijst gaan rijden. Ik had gedacht meneer zal misschien wel weten. Nee, ik stel niet zo lang. Staat nog iets, slaaf? Ik had gedacht, meneer, moet misschien weet. Ik en Christian hebben die lijst van Peter laat vertap. Plukskotel. Hel, dat is een soort ding wat jullie gedoen het, hè. Ik denk je beter mijn woord vat. En loop al je zuster, slaaf. Ze is kapabel en dik is ik. Meneer, zal met samenkom. Die batterij is pap, want ze is stoel van die brand stoot. Weet je waar hulle heen is? Ik heb idee, meneer. Wat zoek jij hier, Anker? Is het jij wat mijn petrol afgetapt het? Ik zie gekkie. Nou ja, nacht, was hier niet nodig. Nie. Kraai is hier recht. Kan ik je helpen? Anker. Ik heb gezien, nacht. Ik zal rijden wanneer het mij pas. Tel drie is je in je kar. Wacht een beetje, Piet. Roetje, geweet ons dan hier. Was het jij? Ik is niet kinderachtig, nee. Ja. Hoe jij geweet ons is hier, hè? Hou op, Piet! Je ziet het betaal jullie onderdopse oukjes niet om die stadlers in te mengen. Je gaat jammer wees. Ik wil het jou op jullie barbaar zijn. Vanavond pak ik jou frik, Anker. Wat hebben we? Daar staan hij. Kom help me met hem. Neem een keer niks. Hij is net leidse. Jurie, je moet liever rij. Ik denk mijn pa was recht voor jou. Luister, Sibet. Nooit weer van mij zeggen, Sibet. Het is iets wat voorbij is. Wat altijd voorbij is. Verstaan je, Jurie? Verstaan jij? Fankie, op je reis toe. Dat is het minste wat je kan doen. Koos, je hebt van mijn gered. Hoe nou, man? Word je nou nog doof op mijn kant?
Een sigaret, alsjeblieft. Geef ze maar voor kraai op. Maar, wil maan voor mij zeggen dat maan van Christina leer roken ook? Ik heb toevallig al geroken, niet daarvan gehouden niet. Dat is alweer de waarom ik hier ook in. Je hoort paal mij beleid niet. Maar, mensen, wat gaan in jullie huis aan? Lieve man. Christina, kom ons weg. Ik wil samen met jou en Stadler bij die Lucie's huis gaan. Nu nog even naar event ook niet. Jullie en ik hebben juist gisteren over gepraat. Oma, wat? Ik heb hem precies gezegd wat in jullie huis aan die gang is. Ik zal het waarderen als oma om zijn neus uit mijn zaken zal uiten. Ma, voor de eerste maal stem ik volkomen samen met Christina. Ma is een bemoeizieke ou huisneus. Oh, moet jy van my sê, ek is nie in jou huis welkom nie, Kos? Maar dis nie wat ek gesê het, ma. As jy op ma begin vloek, dan weet ma precies wat om te doen. Ek sal my tas gaan pak en by die Lucie's huis intrek. Ma laat nie op ma vloek nie. Kraai, sal jylle my wegneem of nie? Natuurlijk, ouwe. Maar ma, asseblief, moet nie haastig wees nie. Dit help nie nou, dit is nou te laat, Kosie. Ma weet as sy nie welkom is nie. Kom, Kraai. Goedemorgen. Wat maak je morgen aan, meisje? Morgen aan het uitpiet, het bij vroeger voor jou. Wie is ons? Alle van ons, alle studenten. Is hij jong daar? Zeker, ik weet niet. Je bent net één ding onthou, meisje. Jij is nou mijne. Jouw ankerse ding is iets van die verleden. Kijk. Heeft u iets samengebracht? Dat is een verlover. Zeg gek, Stadler. Ik wil niet dat je iemand weet, meisje. Enige dag, die recht is, kan je hem krijgen. Nee, dank je. Vergeet het. Hallo, Kraai. Oh, hallo. Ik heb jou niet eens gezien. Nog net zo blind zoals altijd. Vat die tang bij jou, Christian. Ik klim hier op naar mij toe. Naar jou toe? Nee, dank je. Ik zie Bobby Jani. Laat Christian toe. Luister, als je ons wil helpen, dan ben je niet klaar nie. Jullie gaan erg aan mijn gezelschap doen. Het is voor jou wat hij daar boos zoekt. Oh, wie zei je mij rond te order? Dat is baie werk en die nacht is kort. Ik laat me niet hier jou voorschrijven wat moet doen. We staan aan het een kant toe. Eindelijk het ons niet jouw hulp nodig. He. Ach, jullie bedoelen dat die rare gekraai? Tuurlijk bedoel ik dat. Skoert is je niet wel helpen. Toe, loop nou. Wat wacht je? Dat je droog gemaakt op hier. Ik zal je later vertellen, als ik afgehoord. Was het jullie anker? Ja, dat was jullie anker. Ik heb je gezegd van jullie anker, maar je wil me niet geloven. Ik ga hem rechts in de zon. Je los hem. Je daar hem bij jou. Verloven? Ja. Natuurlijk, ik moest het gezegd. Geen meer. Bedoel je dat? Van mijn voeten afhouden. Jammer. Nou ja, Skoert, ik wil je optoksen. Ach, vlieg in je kanon en Stadler. Kom met die, kom eens bij. Hoi, en die rankraai?
Jy sal nie weet wat dit is nie. Die ou mense het 'n verloof vir hom gedoen. Ek sien nie nog my kraag toe kan. Los haar. Sy het sief so reg gehad vir breakfast. Kom ons by. Ja, skort voor ek jou reg sien. Jy kan nie 'n geldmeis vir hom 'n TikTokker nie stap. Ek ignoreer hom. Hy sê net aandag is al. Is laat. Dag jou vrou om 10 uur te kom. Klas gehad. Wil je iets drink? Nee, dank je. Ik wil niet mijn tijd verspillen. Nee, dank je. Ik wil je niet iets vragen. Nou ja, wat is dat? Is het nodig om zo kort af te wezen? Ik heb meer iets van om jou te komen ontmoeten. Moet het niet voor mij moeilijker maken. Als jij dit als vernedering beschouwt om bij mij gezien te worden krijgen, dan had ons niks verder om te bespreken. Als je wil met mij communiceren, stel het op script. Sit, Yuri. Yuri wat soos 'n kind nie. Ek het jou gesê, ek het nie baie tyd nie. Oor my ouma en julle kar. Ek wil net vra, moenie weer julle motor vir haar leen nie. Dan jy nog skynheilig ook geword. Wat jy bedoel is, jy wil nie het jou ouma moet in my kar ry nie. Nie kinderagtig wees, Yuri. Wel, ek sê jou net. As ek jou ouma wil rondkar wei, dan doen ek dit. Jy is hardkoppig, hè? Jy vergeet jy kan groot teespoed kry. Soos wat? Soos, jou beurs verloor. Dan het jy nog 'n klein afperser ook geword. Jy en Piet Stadler pas goed by mekaar. Wanneer het jou? Jy misgis jou as jy reken ek het nog die minste gevoel vir jou kry. Die dag toe jy aan Piet Stadler verloof geraak het, dit was die einde. Dit is iets wat jy nie ongedank kan maak nie. Was net so vir jou skuld as my skuld. Nee, kry. Jou besluit in jy myself. Maar Piet Stadler, jemal, moes jy hom kies? Is my saak. Ja, dat is zeker. Wel, dan had ons niks verder om te bespreken. Nee. Israel, in July, met een well-trained army of 300.000 soldiers. Heb je jou gezien dat je ontmoet niet? Ik heb jou gezien, dat is toevallig, gloei je mij niet. Another exhibition, this time at the City Palace, shows us the vision of Jean Fouillet. Ja, ik ben mij van een vergeten mensje. Ik denk je het mij gekoppen naar hier, René Piet. Stadler het nou net voor Christina hier buiten afgeleid. Ja, dan kan ik ons om een vrouw om in te komen. Nee, je kan later met hem praten. En dan zit ons en Christina. Ons wil een beetje met jou gezels. Is het toch nou weer? Kom, wie praat jij? Kom zit, Christina. Ik en jou ma een beetje voor jou gezels. Kom zit. Ons voelt dat die affaire tussen jou en Stadler reeds te ver gevorderd het. Wat betekent dit? Wat betekent dit, eenvoudig? Het betekent eigenlijk iets niet. Jij hebt ons te lang ontwijkt bij die verloving. Ons wil eindelijk weten wat je bewoog. Pa, weet toch wat betekent een verloving? Maar oor my dooie liggaam gaan jy met hierdie man terug. Jy was hierdie week elke aand saam met hom iewers heen. Jy nooi hom nooit, nie? En jy sê nooit vir ons waar in jy gaan, nie? Sê vir my. Is jy skaam om hom in die huis te nooi, hè? Skaam? Moenie my dat lach nie. Kyk, ons het nou genoeg verdra. Jy en die man gaan uitmaak. Of jy soek vir jou ander huisvesting. Ek is nie bereid om jou swak maniere 'n minuut langer te duld nie. Moenie haastig wees nie, Elie. Christina, kan ek vir jou een vraag vra wat jy eerlik moet beantwoord? Dank af. Dis nie 'n sterk vraag nie, my kind. Al wat ek wil weet is ja of nee. Het jy verstaan dat lief? Ek het pa nou net gesê. Net ja of nee, my kind. Ek hou van hom. Maar daar is dosyne mense van wie ek hou. Ek gaan nou kamer toe, ek gaan langs. Bly sit. Jy kan nie van alles en almal in jou lewe af weghardloop. Moet ek vir jou sê waarom jy daai ring dra?
is om jullie anker seer te maken, is niet waar nie. Jacobus, hoe min ik ook al van anker hou. Hij kan niet geblameerd worden voor die verloving tussen Christina en Stadler nie. Maar sê jy my een kans gee asseblief, Elise. Sweet Stadler sit nie sy voet weer in my huis nie. En ik belik je om hem weer te zien. Maar moet niet dat is nou op een botsing afstuur nie. Ek sal aanhou om te zien en as mama probeer keer, dan zal ik voor my ander Lucies kry. Ek kan altijd gaan werk. Maar my nie dwing om je huis te verlaat nie, want ik zal het doen. Ik dacht, ik heb gezegd, dat mag niet vrouwen zijn, die man zijn slaapkamers kom nie. Jij is een mooie om te praten, Missie Ziel. Kijk naar buiten dag. Het is jouw kos wat het gedoen het, jouw kos. Ik heb gezegd, so Lucie, als jy nie jou te huis nie, ek het jou gezegd, die dag toe jy hier uitgetrept het. Nee, jy moet nie denk, ek weet nie, of vieslik is ernaai, kom buis van jou nie, dis die ene kakkerlakker. Ek sal die gezondheidsmense jou plek wat maak. Maar ek laat my nie vermaak nie. En jy kan maar jou goedjes pak en trek. En nie een van jou meide het pas nie, nie een. Maar ek sê, ons vir jou pak en trek. Ik is die plek naartoe. Wie denk je misschien zal hem agent zijn? Mijn zin is professor aan de universiteit. Als die politie niet naar mij wil luisteren, dan vertel ik voor hem. Ik laat mij niet zo makkelijk afschrikken. En als jij niet binnen 2 uur uit je kamer uit, dan gooi ik je tassen in die straat. Oh, dag, ma. Dag, Missie. Maar nou is maar daar moe. Ik zou maar terug. En nou, ma? Dank je, meneer. Nee, ma. Ik krijg oma de tong al nou uit van die doos. Haal je nog een oma lekker kopje thee. En breng je zomaar een bord van haar, die kringkoekjes van jou ma op. Oké, ma. Je moet het dan rechtig waarderen dat ma zo opoffering maakt voor jou. En waar is ma het besluit om terug te komen? Ach, kind, ik heb begin slecht gehoord dat jullie sommige hier zo uitgelost. Dit was dan zo zelfzuchtig van ma geweest. Toen ik maar besluit om weer terug te komen en niet bij jullie te komen blijven. Jullie sukkelt toch zo'n ma weg. Ik kan niet onthouden, dus jullie zo sukkel. En ma meent u, het is allemaal lekkerder bij ons, hè? Kostie, als ik jou nog niet zo jammer gehad heb, nie. Waar blij dat ik kan toch nog maar niet hier. Voorraad, iemand is kop. Waar lie nou, man? Zie net weer omkikken, anders loop ik hier eens kan naar bakjes. Hé, wat kijk je, hè? Je iets verloor? Vraag een pankje, Sam. Haak ik weer een pankje. Ze probeert mij Disney te steken, omdat ik niet voor haar in die lijst van Romeis koop. Nou biedt hem weer help. Nee, jij wat gooi te gutten. Maak een jet pankje. Kijk die muscles. 2000. Flex your muscles. Flex alla. Ja, is goed. Anker is jij. Maak een afspraak als je met mij wil praten, Piet. Dan zit ons, kan je zien. Kom samen onder ons, kan je niet streng. Bekleed, Piet. Die mannetje laat gas te groot voor zijn schoenen. En buitendien, Anker, ik en jij hebben nog een appeltje te schaal. Hij de appel geskul, hij taas weer de appel geskul. Ik taas in je China. Hou dat weg, om zo nader vindt. Kijk die muscles. Flex alle, flex alle. Ik heb niks meer met jullie kinderachtigheid te doen, Anker. Ons in elkaar weer zien. Enige tijd, enige plek, Piet. En maak ons weer soos naar die hand, hè. Nee, zo jammer wees. Zie je wat ze sot is, Anker? Zie je? Ik wens je wel op een kerm over jullie, Anker. Net omdat ik die waarheid praat. Piet, ik begin nou moeg word voor jouw kleinigheid. Wat wil je heen, moet ik mijn klooster toesluit. Ik zal praten en meng met wie ik wil. O, nee, je zal. Luister. Als jullie Anker na bij jou komt, als hij na bij jou komt. Ja, wat dan? Ik zal zijn nek van hem breken. Je vergeet wat ik vorige keer gebeurde. Ik heb jou al 100 malen gezegd dat mijn kop in die kar geval. Ik heb jou al 100 keer gezegd. En nou voor jou. Is het er eigenlijk al een manier waarop je jouw nederwaardigheid kan bewijzen door jouw vuisten te gebruiken? Ja, maar hij zoekt mij.
En ik waarschuw jou. Als hij zijn voeten na bij jou zit, zal ik niet omweg. Hoe meer ik van jou ken, hoe meer besef ik het een fout gemaakt om jou aan te zitten. Nee, wat op. Ik is hier zo met geweld samen groot gemaakt. Nee, vat hier. En wat van ons verloren? Het is voorbij, Piet. Wat bedoel je voorbij? Niks is voorbij. Je hebt mijn ring aangestikt en je zal hem aanhouden. Dat is waar je goed fout maakt. Als jij probeert om voor mij kwaad aan te doen, of voor jullie anker, dan ga je groot dienst moeten krijgen. Wat mijn huis toe. Maar dan was het altijd dat jullie anker wat achteraf bij jou aangeeft. Jij de obsessie over jullie anker. Wat mijn huis toe. Vrij. Je kan maken wat je wil. Als je niet los, dan is mijne, verstaan je? Als je niet los, niet zo lang als wat jij leven. Loop maar, Christian. Ik zal met die gorilla praten. Je moet niet meer zoeken, nee, Anker. Ik heb gekomen om te praten, maar je moet niet meer zoeken. Kijk nou eens, Kikkels. Kijk op je woord. Voor jou is maar eerlijk, Woody. Ik en jij zal later praten. Anker, ik ben echt gekomen om voor jou één ding te zeggen, dat al niet later een misverstand gaan wezen. Je blijft weg van Kraja, verstaan je me? Piet, laat ons niet doekjes omdraaien. Jou gaan een jik voor mij. En jij gaan die rust voor jij verskoning hebt om mij te voeden, Nina. Nou ja, kom eens maak die ding uit, Piet. Voor eens en voor altijd. Laat ik zien. Lijkt mij is gebruikt breek, buurman. Is jammer. Dan gaan die ding nog verder smelten tussen ons. Hè. Vanavond moest ons die ding uitgemaakt hebben. Zou je daarom zo een beetje van mij had? Ach, maar nou niet weer met jouw vrije praatjes beginnen. Ik heb jullie andere gezegd, je is te oud voor mij. Ja, die ik het nou zo gedink. Ik heb nog een jouw plaatsje op Lichtenburg. Als ik niet terug, kan ze lekker die laatste dag van ons leven daar samensluiten. Weet je nog, ik jou ook lager zei, ik hou me niet met vrijerige mans op. Als jij jouw leven wil sluiten, sluit om. Hier is ik bij die 50 en ik heb nog niet eens striptease gezien. 50? Jouw zin Koos is bij die 50. Je bedoelt zeker 70. Ik loop soms. Nou, ik zeg voor jou, nou hoor, ik vat mijn geld en ik klim op een vliegschip. Hier kennen hulle geen plezier niet. Hulle trekt door die beelden aan. Muisje lacht zo af. Zal ik mij nou van een krok zoals jij laat voorzien? Jij staat met jou één voet aan die graf en dan wil je mij samenvatten. Nee, praat niet zo van een graf niet. Heb jij jouw begrafenisboekje laten nazien? Je gaat hem bij je gewoon nodig krijgen. Muisje lacht zo af. Het is goddeloos. Ik ga je predikant bellen om vertel je van. Doe het net. Dan wijs ik om elke en ieder van haar die verspotte vrijbrieven van jou. Je hebt zeker vergeet wat je geschreven hebt, nee. Mijn oude harte diefie, mijn koekeliefie, met je oude suikerhandjes. Wat denk je gaan wij daarvan zijn? Dit is niks met om te doen, niet. Dat is mijn zaak. En jouw predikant. Kom, ons loopt. Lek, die toeterblaas nog je enkele mee, wil jy? Thank you.
met jou praat oor ons verloving. Daar is geen verloving, nie, Stadler. Daar was nooit. Ek het gedra, maar het was al. Ek wil net kom verskoning vra, kry. Miskien was ek bietjie jaloers en so aan. Maar as Anker, maak my behoorlik gek as ek net aan hom dink. Ek het net niks meer om oor te praat nie. Vat my nou asseblief huis toe en los my uit. Kraai. Ek sal opmaak vir alles, regtig ek sal. Jy kan my nie so los nie. Ek kan nie sonder jou klaarkom nie. Kan ons nie asseblief of net een keer probeer nie. Nee, gek van jouself maak jy, Stadler. Kom, maak jy so met my Sam en dit. Ek is lief vir jou, Kraai. Ek sal enig iets vir jou doen. Enig iets. Ek sal moord pleeg vir jou. Typies van jou om in terme van moord te dink, Piet. Ik heb nog nooit iets voor jou gevoel, he. Ik zal ook niet. Het is Anker, nee. Het is jullie Anker. Dat is wat het is. Ik wil net kom verskoning vra vir Strand se ding. Is al wat ek wou sê, dan loop ek maar. Jy het niks om een verskoning te vra nie, Kraai. Het was geen jou skuld. Hy soek al lank al een rede om my terug te kry. Moet sê ek het jou vriend effens onderskat? Is nie my vriend nie. Nie meer nie. Wil jou gesig? Niet te erg, he. Is die lijf wat die seerste is. Ik hoor Piet het sy gebrug gebreek. Ja, ons moes om hospitaal toe vat. Jammer, ons het nie als uitgemaak gestrand nie. Is daar iets verkeerd? En as ek verkeerd nie? Jy weet, jy kan nie vir my lig nie kry. As ek jou kan help, sal ek. Is net Piet Stadler. Ek het die vreselikste voorgevoel. Jy het niemand om mee te praat nie. Dreig hy jou? Jy het jou pa gesê. As het sal help, kan jy my maar vertel. Kom nou, Kraai. Kom nou. Jy is die kind wat van niks of niemand bang is nie, onthou. Jy is Kraai Burger, ou prof se dogter. Kies, ek wou nie by jou kom tjank het nie. Gee jy dit alles vir jouself help? My pa sal buiten die liefde staan. Braaf, hè? Ja, ek hou van brave meisjes. Gaan barst, toch het zo'n geskik soos altijd. Nog net zo rissie, Pit. En jij? Snet. Tadler is een ijselijke probleem, Snet. Gee maar, rissie, Pit. Je kon nog een schadelijker plan bedenken, dus je mij erg wil vermaak. Ach, hou jou nie eens uit my saak uit. Nee, jou sissie, nie weer een slaak. Ach, so? En wat sê jy miskien? Ek sal maak my leven net wat ek wil en jy sal my nie keren. Sal ek hier? Ons sal sê. Wat kan jy dan? Precies wat ek sê. Ek het hier die een slag die my vingers laat glip.
Dis die put, ek los jou nie weer. O, ek sien. Maar sy een ding wat ons sommer nou moet uitstek. Jy gaan aan volgende jaar met LLB. En dan betaal jy vir my studie. Korrek. Begeer dit. Luister, snap, jy doen ek enigiets. Enigiets, jong. Jy bedoel, jy het van plan verander oor die liefde? Jy weet goed, ek glo nie daar aan nie. Wel, glo jy aan trouw? Dis anders. Dis 'n kontrak. My pa het my alles geleer van kontrakte. En as ek die dokumente soort van achter mekaar krijg, sê jy saamgaan, hulle teken. Sal die klausules in orde is? Ek sê jou by jou woord hou. Nee, nie vergeet nie. Eet die vensel ook een aardige stukje maan wees, soos jy nie blij so jou kind sê. Kijk jy daar sy dag, Peter. Die ankerman is vir ons ja, aanneemlik, maar. Maar. Sla in ieder geval nie aan jou steen nie. Groot dinge, Christian. Groot dinge. Jy kan maar sê, alles is weer opgefiks. Jy bedoel, jy en Kraai? Wel, ek is blij op hier, man. Ek het al net begin moe voor Kraai pijn op jou gezicht. Spring in, reis saam. Nee, dankie. Ek loop vandag. Maar as Kraai. Hoe sal ek weet? Rij en vrouw boodskap gehoor, Flutman. Rij en vrouw sê... Luister, ek dra nie jou boodskap nie. As jy iets vrouw wil sê, gesê dit self. Sê jy vir haar. Sê moet in haar spoor trap. Sê vir haar, as jy nie wil hy anker moet baie seer kry nie. Moet sy wegblij van hom. Jy het hom al twee keer probeer seer maak, Stadler, en elke keer het jy hierdie met die stuit geloof. Jullie zien jou opvoer en wegbeuren. Zeg ik hier is blij ik van oma weg. Derde keer zullen ik een fout maken, heel veel man. Derde keer zullen niet weer opstaan. Zeg je het gewoon. Even jou, zuster. Jeeg, haaklig. Nou kan jy my friek toevat. Nee, jou sister, is jou ding. Luister, Snip, wanneer gaan ons op ons dal toe? Wanneer jy sê? Beide gaan? Jy hoef nie te gaan waar jy voel as jou plig nie is. Wil gaan, Snip. We gaan kyk wie sy seun ek volgende jaar gaan werk. Jy gaan vir niemand sy seun werk. Seun gaan vir homself sorg. Wat draai je dan zo'n heer rond? Ik heb met Stadler gepraat. Maar hij is een man van uiterstes. Hij is tot enige iets in staat. En als hij aanhou om voor jou en voor Jury lastig te vallen, dat ik hem krijg. Voor mij één Jury, pa. Jury was morgen bij mij op kantoor en ons een lang gesprek gehad. En ik moet dat kind graag, je was recht. Hij zal nog verder. Bedoel, pa? Ik bedoel, ik ga niet meer meer vragen. Dank je, papi. Oh, daar is jullie. Jacob, is het jij met Christina gepraat? Ik heb nou net met haar gepraat. Ah, dan is het goed.
Ik wil niet dat we weer die vriendin stellen. Ik heb het vooral gezegd dat ik niet weer eens naar en jullie zal komen en ik denk ons goed samen dat we. Jij zal je naar wat starten. Ik zit over jou. Als jij dat niet doet, zal ik. Maar, ik zeg je niet dat ik zeggen. Niks op aarde zal je denken tussen mij en jullie die slag. Niks. Ja, man, als jij die documenten vanmiddag gereed kan hebben, dan kan Christina dat sommer van teken. Baie dankie, hoor. Tot ziens. Kraai, ons behoort morgen die interdictie in Stadder. Dan kijk eens jij en jullie nou vanmiddag op ons taal toe gaan. Dan rij je sommer bij om Tom aan en teken alles. Goed, pa. Baie dankie, hoor. Jouw pa laat je toe met die ding op je batterij, hè? Mijn pa is bij een permissief risico. Aha. En je ma? Hoe lijkt me eens bang? Bang voor jullie ploeties moet je simpel wezen. Nou, ik hou er niet van jou, nie. Kijk, moet je niet van mij bang praten. Is jij wat bang is om te zeggen van ons? Ik heb hulle gewaarsku, ons kom. Ik heb hulle gesê, jij komt ouders van. Zo goed. Zo. Kijk op, je staat meer in die kar belang die achter ons is een meid. Je weet, ik sta meer belang in karren als een meisjes. Keer gewaarsku. Alsjeblieft, Elise. Zeg het van je brief. Je moet je nu bekommeren, mijn kind. Alsjeblieft, zeg me die waarheid. Ik heb het recht om te doen. Hij is ernstig dus hier, mijn kind. Het is kritiek. Hij is nu bezig om te opereren. Zal hij... Ik weet niet. Kraai? Juridische palen is hier buiten, zal ons voor hem in te komen. Juri het zo baie van jou gepraat, juffrouw. Ik is zo vreselijk jammer, ons moet zo. Als jij iets oorgekom het. Jullie moet nie verskonings maak vir Jurie nie. Dit was nie sy skuld nie. Ek het altyd gesê hulle moet nie die kar koop nie. Maar hulle wou nie luister nie. Hy moes teen 'n geweldige spoed gery het. Die ambulansman sê dit was 'n reguit oop pad.
Maar ik heb mami dan gesê van Stadler. Elise, is nog die tijd, nog die plek om nou te verwijt. Maar ik zei nog. Elise, kon... dan wacht ons weer bij het theater. Ons zal weer later komen kijken hoe het gaat, juffrouw. Dank je. Als je iets hoort, zeg het mij kom zeggen. Please, ik denk dat was helemaal onnodig. Daar die arme mensen verdienen jouw insinuaties niet. Insinuaties? Ik was niet bewust van enige insinuaties. Blijf stil, Elise. Ma is nu altijd hier dik voor jou opgeblazen. Jij is net een snop, dat is al wat je is. Ik heb een paar bezige dag achter je rug. Tot ziens, Christine. Kom hier, Jacobus. Tot ziens, Mika. Ik zou nooit konden dat die dag zou komen dat ik het bij jou moet zijn, Elise. Je maakt mij ziek. Werkelijk? Ja, werkelijk. Wat ik al die jaren in jou gezien heb, weet dat. Misschien is dit jouw ambitie voor mij, wat mij verblind heeft. Misschien was ik toch een noosel om door jou te zien. En hier die hele uitbarsting, dit met ik gezegd is recht uitpast. Het is niet wat je gezegd, Elise. Jij hebt proberen om kraai zeer te maken. Heb je geen grintje gevoel voor jouw dochter? Huh? Jij denkt, jij is alleen wat bezorgd is voor die kinders. Ik wil ook graag zien dat je goed trouwen. Gelukkig dat je leven gaat. Ik besef nu weer hoe mijn ons mekaar is. Hoe ik 25 jaar met jou kon samenleven, weet ik niet. Wat probeer je zeggen, Jacobus? Ik probeer zeggen, Lees. Ik weet niet hoe lang je die huwelijk kan volgen. En ik probeer zeggen dat ik niet die minste begeerte heb om daarmee voort te gaan. Nie. Mij daar die ding aan. Oh, nee, wacht. Ze wil het zelf krijgen. Wat weet een man of een vrouw zijn kleren af. Kijk aan, appa. En als ik nou kan vragen, waar gaan mannen in de heen? Engeland. Ja, ik krijg daar nog een beetje plezier is. Maar ik weet niet wat een man gevaar is. Maan leeft die afgelopen week alsof het die laatste week. Probeer jij nou zeggen, het lijkt of ik half pad in die graf is. Natuurlijk niet, ma. Maar ik ken maar niet zo niet. Oh, mijn lieve ma. Waar is Kraai? Zij is weer terug hospitaal toe. Blij omtrent, heel tijd bij Juri. Hey, als daar is hier iets moet welkom, dan weet ik niet. Ach, die arme kindje. En stel dan nog al die tijd op zoek. Wat een affaire. Ja. Ma. Ja? Ma, denk maar niet eens... ongeleerdheid om nu te bewegen. Ongeleerd? Ik heb gedacht, jullie kan niet wachten, ik moet lopen. Ik denk aan Kraai, man. Als jullie iets moet welkom, dan gaan zij bij je raad en hulp nodig hebben. En ma is die naast aan haar in ons huis. Maar hoe praat je zo wie jullie niet gaan rechtkomen? Maar ik praat niet zomaar zo, niet, man. Die dokter zei, dat is ernstig. En een mens moet jou in zulke tijden maar recht over die ergste. Als Elise ook meer van haar moeder voor haar kind was, zou dan ook anders te geweest zijn. Het zou niet voor jou nodig geweest zijn om daar te zitten, mij te zo wat om je kind te helpen. Je kind, je moet niet zo zacht aan. Kom niet, oma schoon oor hoeks laat schrik. Wat mijn keer? Hoe kom je zo bleek? Hoe gaat het met jullie? Zelfde. Ik niet kom schoon aantrek. Ik wil weer gaan. Denk je niet, lieve Riemen, maar eerst een beetje rust, niet? Nee, ik ga weer naar het hospitaal. Los die kant uit, Koos. Kom, zet eerst. Oma, ga weg. Ja, ik zie. Maar als jij nog een oma zou nodig hebben, dan kan ik maar nog een paar dagen wachten. Wil jij, ik moet nog blij. Nee, ga maar. Oma kan toch niks doen. Ach, je kan niet weten meer. Kan, dan kan misschien iets gebeuren dat oma toch kan. Ik denk nog. Je moet liever eerst een beetje rust. Alles is het net hier. Ik moet bij jullie wezen, zei daar bij komen. Het zal niet lang wezen. Wat zal niet lang wezen?
Lees. Bezig om buiten te gaan. Ach nee, mijn kind. Zo erg is het niet, je zal zien. Hij de kwaaie weg. Maar hij zal recht komen. Lees zal niet recht komen. Ach, mijn kind. Jij weet niet wat die groot bestel is. Het is maar net omdat jij zo moe is dat je nou zwartschallig is. Luister nou voor je pa en ga rusten. Het is al 3 dagen. Hoe langer is je leven, meneer Sikaanse? Yes, ik wist dat was iets wat ik kon doen. Je lijkt zo... Zo hoef je niet veel omgeen. Ik heb geen kies aan uit. Ik en Juri... was die gewoonte te gaan om niet te huilen, Fankie. Niet om ons geslepen te nemen. Dan kan je nou niet. Ik zal niet huilen. Weer. Moet je dan niks van hem gevoel, nie? Nou, Juri zal dan nooit weer iemand wezen, Poet. Ik zo lang hier bij zijn bed gezet en naar zijn gezicht gekijk. Uren en uren aan elkaar. Ik heb zo baie tijd gehad om te denken. Voor mijn hele leven en voor ons. Onze familie en voor Juri en ik. Ek en Juri was nooit sentimenteel nie. Van die begin af. Van die dag daar met die stasie het ons geweet, daar is iets tussen ons. So dat ons so in mekaar gevoel het, dat ons so baie beklei het. Mag nie beklei nie, maar jy weet. Ja, ek weet. Ek hoor hulle gaan weer morgen opereer. Juri zien, zoals hij was toen jullie nog, snip maar eens even was. Zo nooit vergeten hoe het van mij was niet. Die aan met die ongeluk. Hij heeft mij gedwongen om zijn baadje over mijn kop te draaien. Als het niet daarvoor was, niet. Ons het dan van die begin af verkeerd beoordeeld, mijn kind. Waar is mams? Ik weet niet. Als ik nog één keer voor jullie kom kijken, niet. Je moet haar niet te kras beoordeeld. Ik heb zo gehoopt. Ik heb redelijk zo gewenst ik kon je geweest het. Ja. Thank you.
Kiki, maar je zit net niet aan een bier samen met mij in die vliegtuig. Nee, ik wil niet uitgebombardeerd worden daar boven. Je hoeft niks bang te wezen, het is helemaal veilig. Oh, ik is gewoon bang. Kraai, oma laat jouw kaartje hier. Zo gauw als je recht is, kom je Engeland toe naar oma. Je krijgt al klaar die kleur in jouw wangen. Dank je, oma. Oh, wacht jullie, daar is Christian, ik zie je later, hoor. Jij moet het niet zo hard vangen, mijn kind. En staat daar. Ik word altijd omgekrijgd. Ik bel je me dadelijk kom. Was er? Hij had het niet gezien, je moet net gauw kom. Christina, is there something wrong with you today? Christina, why have you turned your face away? Just your smile. You've made to me for that. In your face is a picture of me. Christina, was a sandman in your dream last night. Christina,